Ja, met het koude weer van de afgelopen tijd zetten veel mensen de verwarming net even iets hoger of wordt er net even een extra stuk hout in de open haard gegooid. Niks mis mee natuurlijk, maar bij zo'n houtkachel komt wel enig onderhoud kijken. Bij verwaarlozing ligt een schoorsteenbrand snel op de loer. Ja, met name nou inderdaad herfst-winterseizoen, als mensen de kachels weer aan gaan steken, ja, dan merken we inderdaad ook dat de meldingen van schoorsteenbranden wel weer stijgen inderdaad. Maar niet alleen de brandweer merkt dat zij het druk hebben met schoorsteenbranden. Ook kachelverkopers hebben het in deze periode erg druk. Jazeker. Gezien het weer momenteel, dat is best koud. En dat is gewoon meer vraag naar houtkachels, ja, klopt. Onderhouden is eigenlijk een beetje wat je tegenkomt. Je kunt eigenlijk met houtkachel weinig preventief doen. Dus op een gegeven moment een koortje wordt slecht of zo, dan moet je het gaan vervangen. Maar voor de rest eigenlijk gewoon wat je tegenkomt. Het beste is om de schoorsteenbrand minimaal één keer per jaar te laten vegen door een erkende schoorsteenveger. Mocht je veel stoken, dan is 2 keer per jaar natuurlijk nog beter. Schoon hout stoken is erg belangrijk. Hè? En zorg ook dat je preventief bijvoorbeeld een emmer zand of een emmer zout in de buurt hebt staan, zodat je het vuurtje snel kunt doven. Er zijn eigenlijk 2 oorzaken hoe schoorsteenbranden ontstaan. Eén is eigenlijk heel simpel, dat is vaak bijvoorbeeld door een vogelnest of zo. Maar de andere weten mensen heel weinig van. Vocht door vochtig hout stoken. Daardoor krijg je een creosootafzetting in je schoorsteen. Bijvoorbeeld een te grote kachel kopen en te veel knijpen. Daardoor ontstaat ook vocht. Dan wring je eigenlijk letterlijk drooggassen uit. De verkeerde kanalen. Dus de moderne houtkachel kan en mag eigenlijk niet meer op een gemetseld of een keramisch kanaal. Als er brand ontstaat in de schoorsteen is het belangrijk om direct de brandweer te bellen. Ja, dan rukken wij standaard uit met een tankautospuit en onze hoogwerker die hierachter zit. En dan zullen wij inderdaad de schoorsteen ook van bovenaf gaan vegen. En de mensen dringend verzoeken om eerst een professionele schoorsteenveger te laten komen en het schoorsteenkanaal te laten vegen en laten inspecteren. Maar wat is nou de beste manier om te stoken? Wij noemen dat de Zwitserse methode. Dus dat wil zeggen dat je met schoon en droog hout eigenlijk een soort piramide maakt. Met grote blokken onder en boven en klein, zeg maar. Waardoor er veel lucht bij kan komen, waardoor je een optimale verbranding hebt. En zo min mogelijk roetaanslag in je schoorsteenkanaal kunt krijgen. Nou, buiten het feit dat de schoorsteen dan, of de kachels meer aangestoken worden en dus de kans op brand daar ook groter wordt, kan het weer van invloed zijn dat zeg maar, de wind, als die verkeerd staat, dan kan het ook het schoorsteenkanaal inkomen, waardoor de rookgassen naar binnen zouden kunnen komen. Dus het is ook superbelangrijk om een goede koolmonoxide melder in de buurt te hebben hangen. Dat weten veel mensen ook niet.